Een beetje water en één keer spoelen. Okay. En dan komen kijken of dat je het goed gedaan hebt. Ja. We gaan bij de spelers eerst hun tanden nakijken op caries, op eventueel tandvleesaandoeningen, op de stand van de tanden en nadien krijgen ze individuele poetsinstructies. Er zijn spelertjes bij die soms een beetje bang zijn, schrik hebben. J'ai peur du dentiste, moi. Parce que j'ai peur des aiguilles, quand ça vient dans mes dents, ça fait mal. Hoe langer hoe meer zijn we dus bewust dat er een relatie is tussen mondgezondheid en algemene gezondheid, maar ook tussen mondgezondheid en sportprestaties, tussen erosieletsels en het gebruik van sport- en frisdranken, tussen de voeding, tussen de mondademhaling. Het is wetenschappelijk bewezen dat een goede conditie een voordeel is voor spelers die de top willen halen, zowel qua herstel van blessures als preventief voor blessures te voorkomen. In uw gaatje zitten bacteriën. Die bacteriën gaan via jullie bloedbaan naar de rest van jullie lichaam. En dat kan, dat zijn ze waarschijnlijk nog aan het onderzoeken, maar dat kan. Die bacteriën zetten zich bijvoorbeeld ook op uw hartkleppen of in uw hart. Proefondervindelijk hebben we dus gezien dat spelers die dat met problemen in de mond kampen, dat die minder gaan presteren omdat ze minder slapen, ze gaan minder eten, ze concentreren zich minder en dat heeft dus rechtstreeks invloed op hun prestaties tijdens de sport of tijdens de trainingen. Ik denk zelfs Jonathan Lejar dat een probleem had wanneer hij bij Anderlecht speelde met een slechte tand. En dat heeft ook wel bij mij een doorslag gegeven, want in de tijd, ik was al sinds klein eigenlijk fan van Anderlecht en sinds ik dat te horen kreeg ben ik er zeer goed op beginnen letten. Il est satisfait comment tu brosses, oui, le dentiste? Parfois oui, parfois non. Ouais, parfois oui, parfois non. Dus je moet dat zo, dan poets je hier, dan ga je naar voren en dan ga je helemaal achteraan hier poetsen en dan ga je eerst onderaan alle buitenkanten doen. Ja, nu weer. Maar dat is veel te snel, hè? Snel? Je moet alle tanden poetsen, hè? Prachtig, hè? Prachtig, hè? Ja, super. Je weet toch hoe belangrijk dat is in het blokje, hè? Ja, perfect. Het was goed, alles is in orde. Ze zeggen dat ik goed gepoetst heb en ik ben daar wel blij mee. Ils sont très bien les dentistes, je trouve. Ils sont, oui. Je sais pas même s'ils le font à la maison, je sais pas. On croit souvent qu'on le fait bien, c'est parce que c'est un geste qu'on fait tous les jours, mais ça aussi on peut s'améliorer, quoi. Et après l'avoir fait, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de progrès. Ik wil toch Anderlecht nog eens een pluim geven, want Anderlecht is daar toch wel een voortrekker van. Het is de enige topclub in België waar wij dat voor doen. Het is gemakkelijk, perfect, jong. Heel goed. Dankjewel. Alsjeblieft, blijf voortdoen. Jullie zijn een voorbeeld, hè? Dus houden zo. Super, goed.